Hoe weet ik dat jij het virus niet hebt? Ik heb het virus niet. En richt nooit een pistool op mij. Sorry, ik bedoel daar niet gemeen of iets dergelijks. Je hebt dit moment wel verpest, hè? Welk moment? Dat we elkaar na 3 weken zien. Je kent me. Ik ben goed in momenten verpesten. Heb je honger? Ik heb de hele dag niks gegeten. Alleen mijn brood is op. Ik heb nog wel wat brood. Kom, laten we wat gaan eten. Waar ging je eigenlijk heen? Of weet je dat niet zo goed? Ik ga naar de helikopter die naar Engeland vliegt. Daar ging ik ook heen. Dit is de kaart. Daar moeten we naartoe. Maar dat is nog ruim een dag lopen. Als we straks beginnen te lopen, dan redden we het toch? Dat redden we makkelijk. We lopen allebei best wel snel, dus dat moet te doen zijn. Wat weet jij van het virus? Het virus verandert je. Mensen veranderen niet in zombies, dat is dan wel weer jammer. Maar het virus maakt je van binnen kapot. En er zijn een paar symptomen. Je krijgt een bloedneus bijvoorbeeld. Het schijnt heel pijnlijk te zijn. En je bent gewoon binnen 3 dagen dood als je het hebt. Ken je iemand die het virus heeft? Mijn baas. Wat gebeurde bij jou na die explosie? Ik ben naar huis gegaan in de hoop om jou of papa en mama nog tegen te komen. Wat is er gebeurd met papa en mama? Ik heb geen idee. Ik vrees het ergste. Maar ik heb zoveel mogelijk eten en drinken gepakt en ben op zoek gegaan naar jou. Laten we naar de helikopter gaan. Ik weet de weg. Ik bekijk de kaart wel. Jij verdwaalt namelijk best wel makkelijk. Helemaal niet. Je begon te huilen toen je verdwaald was in een supermarkt. Ik was 4 jaar. Waarom pes je daar mij nog steeds mee? Even kijken wie daar is. Misschien heeft hij hulp nodig. Wel voorzichtig, hè?